De noodalarmen van kunsthuizen vragen meer verdraagzaamheid. Een hele goede avond, welkom. 3 dagen voor de verkiezingen hebben musea in het hele land vanmiddag de noodtoestand afgekondigd. Na de succesvolle 0110-concerten willen nu ook de kunstenaars een duidelijk alarmsignaal geven voor verdraagzaamheid. Letterlijk, want in Antwerpen ging stipt om 3 uur het brandalarm af in het MUCA, het Museum voor Schone Kunsten, het Fotomuseum en de Singel. De aanwezige bezoekers lieten zich gewillig evacueren. Met de grote sirene-actie wilden kunstgalerijen, musea en beeldende kunstenaars de noodklok luiden tegen onverdraagzaamheid. Volgens initiatiefnemer Luc Tuymans is deze actie dan ook in de eerste plaats een kunstwerk. En het is een beeld dat eigenlijk niet echt in de traditionele zin van het woord een kunstwerk is. Maar het is een beeld dat ook inspeelt op de media en een mediatieke kracht heeft. En het signaal zelf natuurlijk impliceert gevaar. Het kan doen denken aan een luchtalarm. Dus in die zin heb je dus al die connotaties die eigenlijk zelf in beelden maken. Voor het eerst in het bestaan van het museum mocht het personeel van het MUCA de bezoekers even allemaal op straat zetten. Dat is de eerste keer dat dat gebeurt, dus maar voor het goede doel. Uiteraard is dat fantastisch. Hè? Wat vindt u van het idee? Wel, ik vind het dat het tijd wordt dat de mensen eens een beetje inzicht krijgen dat die verdraagzaamheid echt moet bestaan op het ogenblik. En dat nutteloos geweld, dat voor niks niet meer nodig is. Hè. En ik vind dat eigenlijk een heel tof initiatief. En zeker de kunstenaars hebben zich dat het voortouw getrokken. En ik vind dat eigenlijk dat wij dat allemaal zouden moeten doen. Denkt u dat het gaat helpen om Antwerpen verdraagzamer te maken? Wij hopen het allemaal. Omdat ik nogal veel mensen ken die hier staan. Dus, en dat ik veel kranten lees. En dat ik wel belangrijk vind in Antwerpen dat er iets gaat gebeuren, maar in de positieve richting. Ook het conservatorium van de Singel werd om 3 uur geëvacueerd voor het goede doel. Als muzikant, ik bedoel, muziek is een universele taal en muziek is voor iedereen begrijpbaar. En vanuit die context vind ik verdraagzaamheid hier. Niemand ziet dat eigenlijk nu. Ze denken van, oh, er is een brandoefening of zo, maar als dat nu op een andere manier zou fotograferen van boven of zo, en dan zo gelijk die foto's hangen of zo, dan zou de mensen daar iets van zien. Na een kwartiertje mochten de bezoekers het MUCA weer binnen en moesten ook de studenten in de Singel weer naar de les.